Dagvoorzitterschap houdt voor mij in dat ik me in een korte tijd helemaal kan dopen in een nieuwe groep, in een nieuw bedrijf. Het is natuurlijk net als de programma's voor de NPO die ik maak. Daarin volg ik altijd groepen mensen of interview ik die eigenlijk. Of dat nou nonnen zijn in Amerika of naaktlopers in Engeland. Dat geldt natuurlijk precies hetzelfde voor het bedrijfsleven in Nederland. Geen enkele groep is natuurlijk hetzelfde. Ik duik dus eigenlijk van de ene in de andere wereld en dat vind ik fascinerend. Een week lang bereid ik me voor op alle chirurgen van Nederland, autodealers of ICT'ers. Hoe ziet die wereld eruit? Wat zijn de problemen die ze tegenkomen? Wat zijn hun doelstellingen? Wat zijn hun dromen? Ik denk dat ik door de jaren heen echt wel heb geleerd om met iedereen echt een goed gesprek te kunnen voeren. Het is belangrijk om op zo'n dag het gesprek te kunnen volgen. Ook wel echt goede vragen te kunnen stellen. Dus je moet ook boven de materie staan. Maar het is op zo'n dag natuurlijk ook heel belangrijk om een beetje spanning in te gooien. Of juist ontspanning. Dat is natuurlijk ook mijn taak. Ik denk eigenlijk dat het niet zoveel uitmaakt met wie je een gesprek hebt. Of dat nou een kameelracende vrouw in Dubai is of de CEO van een groot bedrijf. In principe heeft iedereen natuurlijk een goed verhaal. Ik ben Laura Verster, presentatrice, programmamaker en dagvoorzitter. En ik denk dat ik inmiddels met iedereen een supergoed gesprek kan voeren.